Allereerst Peter, namens DVS TV een heel sportief 2022 gewenst. Ja, dankjewel DVS TV. Ja, jullie zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Hoe beviel het? Hoe was de conditie van de spelers na die feestdagen, na het kerstreces? Ja, nou ja, op een gegeven moment, we zijn na Achilles, de laatste bekerwedstrijd, zijn we aan elkaar gegaan. Dat is eigenlijk de laatste bijeenkomst die donderdag. En ik moet zeggen, zijn ze 2,5 week vrij geweest. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nou, is dat niet te lang, weet je wel. Dus maar ja, die jongens die weten van zichzelf wel dat ze bezig moeten blijven. En dat hebben ze eigenlijk allemaal gedaan. De een zal wat meer gedaan hebben dan de ander. Ik was wel even benieuwd, vorige week dinsdag of maandag toen we weer begonnen, hoe het ervoor stond. Maar op zich zag dat er prima uit. Dus we zijn nu einde tweede week. En ja, ik denk dat we het goed voor elkaar hebben met elkaar. Ja. En die wedstrijd tegen Jong Volendam, dat begon goed, hè? De eerste 20 minuten, 0-2 voorsprong. Misschien nog meer erin kunnen lappen. Maar ja, daarna ging het even een beetje mis. Heeft dat daarmee te maken dat ze elkaar een paar weken niet gezien hebben? Ja, nou, ik vond die wedstrijd dat we wel heel veel risico's hebben genomen. In onze eerste opbouw, als je kijkt naar de goals die we tegenkrijgen. Dat gebeurt ons in de competitie niet. Laten we het daarbij houden. Ik moet ook zeggen, we hebben dinsdag nog even doorgesproken met elkaar. Twee dingen die ik heel belangrijk vond, die we niet hebben teruggezien, waar we wel afspraken over hebben. Dat hebben we benoemd en toen hebben we er ook een streep onder gezet en weer door. Ja. En nou tegen Vitesse volgende week dinsdagavond. Ja, dat is natuurlijk wel heel spannend, ook voor jou. Ja, spannend, bijzonder. Ook weer bijzonder na een gewoon weer lekker voetballen, zeg maar. Je weet dat het heel moeilijk gaat worden. Hè, dat weten we allemaal. Ik moet zeggen, we hebben best wel veel informatie van Vitesse, veel beelden ook. Waar we normaal gesproken helemaal niet zo bezig zijn met een tegenstander. Waardoor het misschien ook wel weer extra gaat leven of zo. En je bent ook wel als trainer. Denk van ja. Misschien zijn wij dan die club die het toch voor elkaar gaat krijgen. Misschien naïef, misschien een beetje dromen. Maar ik denk ook dat je er moet zijn als sporter. Dat er altijd een kans is en dat stralen we ook uit. Dat denken we ook echt. Daar gaan we ook vanuit. Begin van de competitie heb ik Ajax-Vitesse gezien. Was 5-0. Ajax speelde ook tegen Barendrecht. Dat was 4-0. Wij speelden gelijk tegen Barendrecht. Dus makkelijk optelsommetje. 1-0 winst tegen Vitesse. Nou ja, als de wereld er zo makkelijk uitzag, dan zou het allemaal makkelijk zijn. Maar zo is het niet. Kijk, je moet een beetje geluk hebben. De wedstrijd tegen Eindhoven hier. Dat Daan ons 1-2 keer op de been houdt. Dat zal dinsdag niet anders zijn. En we zullen de kansen tegenkrijgen. Dan moet je overeind blijven. En lang in de wedstrijd proberen te blijven. Dus dat je lang om 0-0 kan blijven. Dat er iets gaat ontstaan. Dat zij wat zenuwachtig worden. Dat zij misschien wat slordiger worden. Of wat opportunistischer worden. Ja, en dan kan het raar lopen. We hebben toch voorin wel kwaliteit om ook vanuit de counter wat te doen. Normaal gesproken moeten we veel zelf doen. Voetballen, we hebben veel de bal, spelen veel te veel van de tegenstander. Nou moeten zij het doen en kunnen wat meer gaan schakelen en reageren. En ook dat kunnen we, er zijn ook wedstrijden dat we dat hebben moeten doen en kunnen. Bijvoorbeeld Eindhoven hier thuis. Ik heb dinsdagavond even gekeken. Dat was het accent lag echt op tactiek. Hè? Mm-hmm. De eerste helft... Denk ik zoals Vitesse gaat spelen en wij afwachtend, 5 mannen achterin. Ja, en ja. In de tweede helft was het toch even wat opportunistischer. En toen vielen ze ook wel de goals. Ja, nou ja, kijk, je kunt het nooit helemaal nabootsen. Maar het gaat me meer om de organisatie verdedigend op het moment dat je teruggedrongen wordt. En dat word je, hè, want je kunt denk ik wel willen vooruit verdedigen. Maar uiteindelijk word je gewoon teruggedrongen. Dat gaat de realiteit zijn. Dus daar zullen wij ook mee geconfronteerd worden. Daar hebben we dinsdag al een aftrap mee willen geven op de training. Kijken of we dat heel lang vol kunnen houden. Wat wel prachtig is, dat is geen corona-gevallen. Iedereen behoorlijk fit. Ja, iedereen is gewoon helemaal fit. Ja, iedereen behalve Lorenzo heeft wat last. Zijn vader heeft corona, moet thuis blijven nu. Maar voor de rest is iedereen aanwezig. Dus we zijn eigenlijk, hoe lang het loopt, de corona. Ja, ik ben hier nu anderhalf jaar. Zijn we eigenlijk nog redelijk verschoond gebleven van coronagevallen.
we leven in die zin ook de regels na. Ik niet zozeer. Ik ben er niet zo heel erg mee bezig, moet ik hier eerlijk zeggen. Maar we hebben in onze staf met André, die daar een goede rol in speelt, er bovenop zit. Soms wel eens voor de spelers en voor ons wat vervelend, maar hij is gewoon noodzakelijk. Want als niemand er naar kijkt, dan heb je kans dat je met het hele elftal besmet raakt. Dus goede rol voor André, hartstikke goed. Langzaam maar zeker zijn de contractbesprekingen ook, die zijn bijna afgerond, naar mijn idee. Maar het ziet er redelijk goed uit, ook voor volgend seizoen. Hè? De contouren blijven ongeveer gelijk. Ja, volgens mij zijn ze volop nog met iedereen in gesprek. Dus er zijn een aantal jongens die verlengd hebben, een aantal jongens waarbij het contract doorliep. Steven en ik natuurlijk bij hebben getekend. Dus we gaan het zien. Dus, in ieder geval lekker duidelijk. Ik hou wel van duidelijkheid. Als je weet wat je wil met elkaar, spreek het uit. Maak het duidelijk, hè, want jongens zijn niet achterlijk. Als de jongens niet in gesprek komen met de club, verbinden ze daar ook conclusies aan. Dus weet je wat je wil, communiceer het gewoon. Dinsdagavond gaat het gebeuren, 8:00 in Arnhem. Heel veel succes. Ja, dat wil ik nog wel zeggen hoor. Ik heb al een paar keer gezegd, het is natuurlijk doodzonde. Hè, want voor amateurs, voor ons, is het natuurlijk geweldig dat je tegen een BVO mag spelen. We hebben natuurlijk vorig jaar Willem II thuis gehad. Het was ook een hele mooie wedstrijd voor ons, een mooie affiche geweest. Ook niet doorgegaan. En nu deze wedstrijd zonder publiek. Ja, het zou natuurlijk een geweldig feest voor de hele club moeten zijn. En dat maakt wel dat het allemaal toch net even iets minder is, zeg maar. Voor die spelers niet, hè, want wij gaan gewoon erheen, we leven erheen. Hè, maar het zou gewoon, we zouden met busladingen zouden daarheen moeten. Dat zou het ultieme wezen. En dat gaan we niet meemaken. En dat is wel eigenlijk wel doodzonde. Je weet ook wat het is, hè? Met Excelsior 31 heb je met FC Utrecht dat meegemaakt. Ja, thuis. Daar heb ik echt met heel veel plezier kijk ik daarop terug. Met name ook wat het doet met een vereniging. Iedereen aan de gang. Er wordt heel veel gevraagd van zo'n club op dat moment. Maar zoveel samenhorigheid. Iedereen draagt zijn steentje bij. Waardoor het een fantastisch evenement werd, zeg maar. En dat had hier ook gekund. Maar het is anders, ja. Ja, nogmaals, succes. Dankjewel, jongens.